Dank u, meneer de voorzitter. Merci, monsieur le président. Je suis Christophe Dubursy, un journaliste à la RTBF. Donc on vit de plus en plus longtemps, surtout en Flandre d'ailleurs. En Flandre. En wordt vooral ouder in Vlaanderen. 75 jaar, 75 ans pour un Wallon. In Vlaanderen is het 78 jaar, dus 3 jaar meer. Bon, voilà. Même à ce niveau-là. Différences communautaires, on ne va pas mettre l'accent là-dessus aujourd'hui. Je voudrais à propos de différences communautaires déjà remercier nos interprètes qui sont là, on peut les applaudir. Merci mesdames, messieurs. Et effectivement, que faire de cette vie plus longue? Met het langere leven, hoe? Vandaag, le thème de cette table ronde, dans la salle parmi vous beaucoup de gens de terrain et ici, derrière moi, énormément de gens également qui connaissent le terrain. Encore un dernier mot au niveau des traductions. Pour de vertaling. Tijdens de voorbereiding, hoe solidarité intergénérationnelle était traduit. Generationele solidariteit toont ook aan dat er in België gemeenschappelijke dingen nog gebeuren. We gaan dus 4 projecten toelichten. 4 concrete projecten om inderdaad actief oud worden. Elke getuige krijgt 12 minuten om zijn eigen project toe te lichten naar het voorbeeld van de TED-sessies in de Verenigde Staten. Dus inspirerende projecten door inspirerende sprekers. Korte tijd, ik zeg het met veel aandrang, onder andere tegenover onze eerste spreker, die me al gezegd heeft dat hij eventueel 13 minuten zou spreken. Geen sprake van. Ik hou de tijd in de gaten. Patrick Cabé, u bent dus onze eerste spreker, hoofdinspecteur bij de politiezone Hekla. Hekla is Hoven, Edegem, Contig, Lint en Artselaar, voor de Franstaligen in de buurt van Antwerpen. Zelf woont u in Schelle, heel mooie gemeente, bekend van de scheve kerktoren. Een beetje Pisa van Vlaanderen. Ja, ik zeg het ook voor de Franstaligen, want elke Vlaming weet dat. En u hebt een project rond dementie ontwikkeld. Het is zo gebeurd, een beetje het verhaal zal ik in het kort vertellen. U hebt ooit een bejaarde op straat in het holst van de nacht op een straat zien fietsen. En die persoon had Alzheimer blijkbaar. En dus hebt u beslist op dat ogenblik, ik moet er iets aan doen. U bent ook, Patrick, ambassadeur, Vlaamse ambassadeur. Ik moet zeggen, kei chic is dat. Maar wat betekent het, ambassadeur van Vlaanderen in uw geval? In mijn geval is dat heel eenvoudig. Ik heb de kans gehad mijn verhaal in alle gemeenten en steden bijna in Vlaanderen te gaan vertellen. En dan benoemt men u Vlaamse ambassadeur of uitdrager van. Ik wil daar heel bescheiden in blijven. Ik wil gewoon getuigenis leveren van een goede werkpraktijk die bij God nog werkt in de praktijk ook. Geen kartonnen doos, geen gebakken lucht, maar het werkt. En voor wie doen we het? Creativiteit, solidariteit. En daar willen we vandaag ook een invulling aan geven. Oké, de tijd is nog niet begonnen, Patrick, dus u krijgt een beetje respect. En u bent hier nog in de hoofdstad van Vlaanderen, namelijk Brussel. U hebt het woord 12 minuten. Het begint nu. Goedemorgen, dames en heren. Meneer Dubursy heeft de inleiding gegeven. Patrick Rabé, politiezone Hekla, ten zuiden van Antwerpen. 73.600 inwoners zijn we rijk. En we trachten met 153 politiemensen, administratieve medewerkers, daar dagelijks een invulling aan te geven. Ik ben bijzonder verheugd hier vandaag getuigenis te mogen leveren over een project dat we sedert 6 jaar van start gegaan zijn. Meneer Dubursy heeft het verhaal al verteld. Hoe groeit zoiets? Gewoon uit de noodzaak van elke dag dat je er iets moet aan doen en iemand moet het doen. En heet er nu toevallig Patrick Krabé? Dan starten we daarmee. Hopelijk morgen 195 politiezones die dezelfde bereidheid aan de dag willen leggen. Waar willen we naartoe? Zeker ik persoonlijk niet zelf meteen op pensioen gaan, want meneer de voorzitter heeft gezegd van misschien is de tijd nog niet rijp dat we bereid zijn om langer gaan te werken. Wel, ik had een jaar geleden de kans om met mijn kleinkinderen in de mooie natuur van Schelle te gaan wandelen. En ik heb er niet voor gekozen. Waarom? Eenvoudigweg, voorlopig heb ik nog geen kleinkinderen. Dus, maar ik wil wel actief blijven.
solidair blijven. 27 jaar terreinervaring, leven in een combi, dat kun je ook maatschappelijk vertalen naar de behoeften die onder mensen leven. Dus ik heb echt niet de boodschap nodig van ga je op pensioen? Nee, laat me alsjeblieft nog actief blijven en samen met die mensen die we nu leren ontdekken in het veld, samenwerken naar die getuigenis van wegloopgedrag van mensen met dementie. Er is niks zo erg als plots tot het besef te komen dat je geheugen anders is als dan dat je jong bent. Dat je ook minder mobiel bent. Heel vaak komt het voor. Heel vaak. Soms veel meer dan je zou denken. 165.000 van onze medemensen die op dit ogenblik te kampen hebben met dementie. 165.000. En de cijfers leren wij dat we binnen 2, 3, 4, 5 jaar misschien wel een potentieel hebben van 300.000 mensen. Moeten we daar niet de nodige maatschappelijke aandacht aan besteden? Ook als politie. Wat is de kerntaak van politie? Leefbaarheid. Samen met criminaliteit uiteraard. Maar ook zorgen dat die leefbaarheid een constante blijft. En ik wil u heel eenvoudig een verhaal vertellen, een getuigenis. Van Frans. Zo heet hij vandaag. 40 jaar lang gewerkt. Heel hard gewerkt. En plotseling wordt hij ouder en zijn kinderen samen met hem hebben beslist hem onder te brengen in een woon- en zorgcentrum. Heel chic. Hij wordt daar heel goed geswanieerd. Heel de dag rond ziet hij beweging, activiteiten. Maar langzamerhand dementie. En Frans weet het zo goed niet meer. En elke namiddag zie je hem staan of zitten in de inkomhal. En hij kijkt naar de bezoekers, de familie die er op bezoek komt. En op een zeker moment, niemand heeft het gezien, verdwijnt Frans uit de instelling. Om mijn verhaal kort te maken, meneer de Bourcy, 12 minuten, ik weet het. Wij vinden hem 40 kilometer ver uit de richting. In een station, Puurs, Klein-Brabant. Daar vinden we hem terug. Waarom? Omdat Frans nog altijd van het idee was op dat moment. 40 jaar geleden werkte hij bij de spoorwegen. En dankzij de goede vakbonden daar had hij zijn zekerheid. En kon hij opgenomen worden in de woon- en zorgsector. Maar hij verdwijnt. En dankzij het feit dat we wisten wat dat de historiek was van onze Frans, hebben we hem teruggevonden in het stationnetje. Hadden wij dat niet geweten, had onze Frans gedacht, zoals 40 jaar geleden, als hij een jonge man was, dat hij er moest gaan werken. Dames en heren, dwaalgedrag, hoe komt dat voor? Komt dat heel vaak voor? 165.000 mensen, binnen een paar jaar 300.000. Hoe vaak kun je zeggen dat dit voorkomt met de jaren? Het is een traag proces waarvan in mijn eigen gemeente Edichem en Aartselaar, bekijk zelf uw demografische cijfers. Hoe oud zijn uw inwoners? Bij ons Edichem en Aartselaar in een top 10 van België. Op de 10e plaats Edichem. Op de 14e plaats Aartselaar. De gemiddeld oudste inwonersaantal. En dat groeit. En we merken dat ook naar politionele tussenkomsten toe. Dat er een oudere bevolking is waar je ook specifieke politiezorg moet aan besteden. Als er dan mensen verdwijnen, waar vinden wij ze terug? Heel eenvoudig. Samen met die mensen van de zorgsector hebben we een plan uitgedacht, een methodiek uitgewerkt, dat we niet moeten kilometers uit de richting beginnen gaan te zoeken, maar 65% van de kansen van terugvinden is in de instelling zelf. Dus we moeten ook leren de mensen te begrijpen dat ze niet moeten eindigen en ver gaan zoeken. Ook aan onze eigen jonge mensen maken we die boodschap. Eerst zoeken in de stelling. En binnen een straal van 95 kilometer, dames en heren, vinden we ze allemaal terug. Heel veel van die gebeurtenissen, en dat is de dagelijkse praktijk, zeker met wegloopgedrag van dwalende personen, vinden wij onze mensen terug met een link naar het verleden. Juist het voorbeeld van onze Frans, die 40 jaar aan de IJzeren Weg gewerkt had, wij vinden hem terug in een station. Heel veel van die gedragingen kunnen wij linken. Maar wie vertelt het ons op het ogenblik als het zich voordoet? We horen dat te weten. En samen met de zorgsector hebben we er ook voor zorg gedragen dat we die link konden leggen. Want heel veel, er is niks abnormaal aan als iemand wegloopt. Het hoeft niet meteen zorgwekkend te zijn. Maar met dwalend gedrag van mensen, die komen plotseling voor een hindernis. En dat kan
wegwerkzaamheden zijn. Dat kan een beek zijn, dat kan een kleine hindernis. Maar typisch aan die mensen is van, ze komen voor de hindernis, ze verliezen het noorden en ze vinden de weg niet meer terug. We hebben het verleden gehad, we hebben samengewerkt met die zorgsector, we hebben een plan ontwikkeld, we hebben een opsporingsprotocol ontwikkeld en we zijn 6 jaar verder. Zo fier als een gieter kunnen we zeggen dat het allemaal lukt. Dat het best slaagt, dat het werkt. Dat het ook werkt naar mensen van de thuiszorg. Alleen het grote probleem is, wie heeft genoeg lef om dat schaamtegevoel weg te werken en te zeggen tegen politie, meneer, mijn man heeft wegloopgedrag. Wie durft dat zeggen? Wie overschrijdt het schaamtegevoel? Heel eenvoudig. We hebben een documentje ontwikkeld. Niks nieuws, niks fenomenaals, maar wel de to-do's wat ik als politieman nodig heb. Wat zij nodig hebben om onmiddellijk aan politie binnen de paar minuten te kunnen uitreiken, dat staat verzameld op een documentje. En bij elk potentieel wegloopgedrag wordt dat netjes ingevuld. De mensen gaan 20 minuten zoeken in hun gebouw en sturen dat door naar politie. Datgene waar wij anders uren voor nodig hadden, is op 20 minuten geklaard. En binnen 20 minuten kunnen wij heel grote afstanden afleggen om onze man of vrouw die verdwenen is terug te kunnen vinden. Een opsporingsdocument met een paar essentiële elementen van informatie. Wie is de man? Wie moeten wij contacteren? Wat zijn zijn medische behoeften? Hoe is zijn fysieke toestand? Wat als we hem aantreffen en hij heeft onmiddellijk medische zorg nodig? Moeten we hem naar het ziekenhuis brengen? Naar een gespecialiseerd arts? Het zijn dingen die heel eenvoudig lijken, maar je moet er toch wel mee kunnen werken. Een kleine politiezone, zou je zeggen? Ja, misschien. Middelgroot zou ik ze eerder noemen. Hoeveel dossiers? 6 jaar geleden wisten wij wat doet er nog blazen. Nu rekenen wij, meten wij op 6 jaar tijd een kleine 1000 verdwijningen. Niet allemaal even onrustwekkend, uiteraard. Maar als je bekijkt dan vanuit instellingen, 200. En hoeveel mensen van die 200 verdwijningen uit instellingen hebben dwalend gedrag? Een kleine 100. In een kleine, middelgrote zone. En mensen kennen we. Uit de instellingen. Maar hoe zit dat met de mantelzorg? Hoe ga je om met het probleem van iemand die verdwijnt, die plotseling zijn tractor pakt en kilometers aflegt, zoals dat in het verre West-Vlaanderen gebeurd is, en daar over de schreven rijdt, over de grens? Die mensen willen wij ook bereiken. Hier staan cijfers in Hekla, maar dit zijn, dames en heren, nationale cijfers. Het is niet alleen in Hekla dat dat gebeurt, dat is over gans België. En ik laat u maar een paar cijfers zien, want ik moet aan time management doen, zegt meneer de Borsu. Wat is hier belangrijk bij, dames en heren? Het zijn nationale cijfers van de nationale cel vermiste personen. De dag van vandaag, hoeveel mensen treffen wij overleden aan? Schrik niet. 15-20% de dag van vandaag treffen wij dood aan. We hebben dus de noodzaak aangevoeld om met heel de zorgsector samen te werken. Niet alleen met woon- en zorgcentrum, ook met universitair ziekenhuis, met huisartsen, met thuisverpleegkundigen, heel het gamma. En we zochten achter partners. En gelukkig hebben we die gevonden. De Koning Boudewijn Stichting bijvoorbeeld heeft ons financieel ondersteund. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten heeft ons project gepubliceerd in haar inspiratiegids. We zijn daar heel gelukkig mee. Waarom? Omdat we niet alleen Vlaanderen daarmee ook willen bereiken, maar liefst ook heel België, als het even kan. En al die ideeën, de getuigenissen die we die 6 jaar gehad hebben, hebben we in een handleiding geschreven. Een handleiding om u, aan iedereen, ook de mensen van de mantelzorg, te overtuigen dat het heel eenvoudig is. Dat ze moeten hun schaamte overwinnen. Dat ze met politie kunnen praten over het probleem. Dat politie zich moet integreren in die gedachte van, ik moet helpen. En we hebben dat ook in een communicatienetwerk gestoken, met in Vlaanderen gelukkig maar 9 expertisecentra in Vlaanderen. Van Kortrijk, Sofia, Foton in Brugge, tot op dit moment Hasselt met contact